Zeven is... moeilijk, moeilijk. Kom, voor mij is het de met die dame. Gewoon hier heel veel potentieel in een keiharde achtergrond en zijn opleiding. En ik vind ook dat u heel goed inzicht heeft in het spel. En, voor mij steekt het de voorhand. De beste speler, dat is voor mij Bjarno. Die heeft getwijfeld. Bjarno, wat de fuck? Het zal niet goede conditie zijn. Ik zou zeggen, Dijl. Of de Jessing, ik vind de Jessing ook wel. De Jessing, ja. Die is ook wel in traptechniek en is sterk. Ik zou zeggen de Matty, maar. En waarom? Om onze frivole techniek, maar we mogen dat niet te hard zeggen, want. Je had ons weer. Dat toch in het kopje zitten is. Ja, ja. Nee. Er steekt er bij mij niet echt in en uit eigenlijk. Nee, nee, dat is zo. Niet alleen pure kwaliteit, ook gewoon de manier waarop. Dat is fantastisch. Artiestjes op mezelf geven. Ja. Ja, voor mij is dat een Odyssee, een Dier en een Matty. Ik ook ongeveer diezelfde naam nog in mijn hoofd. Vooral ik Matty, vooral heel veel coaching, wat dat heel belangrijk is. Met, toch in de jonge ploeg hebben. Ja. Met weinig ervaring. En natuurlijk, een Dier heeft ook wel wat ervaring. Dat helpt ook. En ik had Kilian daar zeker nog bij. Dat is, als je daar een bal in de diepte stuurt of een bal in de voet, ben je bijna zeker dat nee, er een kans komt. Of dat er is inderdaad. Op het moment. Allee, maar ik kan eigenlijk alleen maar baseren op trainingen, zou ik de Matty zeggen. Ja. Qua techniek en zo. Ja, Matty. En de Odyssey ook, sorry. Zeker. Ook inderdaad. En de Jessen ook. Heb ik ook nog niet zien spelen, alleen op trainingen. Ja. Zullen we nog wel zeggen? Ik kan daar zeker wel in komen. Dan moet ook iets komen, hè, voor dat je. Oh, jongens. Bij ons dan zou ik zeggen de Matty dan. Nou, ik hoop wel. De Matty is wel een goede voetballer. Technisch of? Technisch ook, en een goede passing ook. Ja, wel. Dan de rode kiel. Dan moet er alleen, dat kan doen, dat is een schuppen ook. Ik denk dat Dijl, die is aanvallend en verdedigend wel heel sterk. Hij heeft ook twee benen, dus ik denk dat ook wel dat hij vrij all-round de beste speler is. Voor mij op deze moment de Matty Dame. Ja. Puur qua opleidingen en zo en qua ja, alles is zo natuurlijk bij hem. Alles gaat vanzelf. Maar qua potentieel denk ik dat de Jente het verste kan geraken, denk ik. Gewoon ja, leeftijd en je speelt ook hier al gewoon. Ja, dus je draait niet steeds mee, eigenlijk heel jong, dus ik denk dat hij het verste gaat houden. Nee, ik weet niet, ik vind hem Tijl wel een van de betere spelers in ons ploeg. Ja. Dat is fijn, ja. Technisch is die ja, goed, als hem er goed zien. Nee, dat is wel. Als het weer mee zit. Als het weer mee zit. Ik denk dat voor de Matty misschien nog vroeg is om te zeggen, omdat we daar nog niet zo heel lang mee samenspelen. Ja. Maar ik zou persoonlijk ook de Tijl zeggen, als je echt wilt, dan denk je wel dat je belangrijke speler zou kunnen zijn.